love, sex en puntje, puntje. Of live life to the max. Dus ja, dat soort gekke teksten komen ook erop. Dus ja, klant is een koning, hè? De afgelopen tijd ben ik veel in West-Friesland te vinden en ik zag steeds meer pompoenenkraampjes langs de weg komen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar komen al die pompoenen nou vandaan? Op dit moment ben ik onderdijk bij de pompoenenboerderij en nou, volgens mij moet ik hier wel pompoenen gaan vinden. En naast alle pompoenen is er natuurlijk ook hier aan de aankleding gedacht. Je ziet hier overal een soort van Halloween-achtige dingen. Ik heb ook mijn zus gevonden. Ah, best wel hetzelfde, toch? We lijken op elkaar. Kijk, we hebben natuurlijk even net rondgelopen, maar ik sta nu naast Justina. Hoi. Hoi. Ja, jullie hebben echt ontzettend veel pompoenen. Maar wat voor soorten hebben jullie nou allemaal? Ja, we hebben heel veel verschillende soorten en maten, zoals je ziet. Ja. En ja, eetbare... voor decoratie, ja, ongeveer 50 soorten hebben we. Zo. Dus aardig wat, ja. Want hier liggen al heel veel verschillende soorten eetbare. Ja, dit heb ik een beetje samengesteld, een kratje met de verschillende eetbare pompoenen. Ja. En dat is het meest verkochte, Hokkaido. Oké. Okay. Die wordt het meest gebruikt voor de soep, maar ook roerbakken. Butternut is ook smaakvol, een beetje een noterige smaak. En muskaatpompoen. Misschien minder bekend. Mm-hmm. Jaradel. En ja, voor chutney is etampus heel lekker. Maar ook patissonnen en andere soorten. Dus eigenlijk al deze pompoenen hebben ook echt een eigen smaak? Ja, meer of minder. Klein beetje verschil van smaak. Maar ja, de smaak moet toegevoegd worden, zeggen we het altijd. Ja. Ja, en je zei net ook dat er natuurlijk veel pompoenen hier worden gekocht. Maar zijn die altijd alleen maar eetbaar of is dat ook voor decoratie dat ze gekocht worden? Over algemeen voor decoratie, maar het wordt steeds meer de trend om ze te eten. Dus dat is ook nou ja, wel fijn en ze zijn super lekker. En je kunt ze lekker maken, zoet, pittig. Maar ook ja, ze zijn gezond en dat zoeken mensen tegenwoordig. Ja. En als ik nou een super pompoen wil kweken, moet ik dan gewoon heel lang wachten en blijft dat maar doorgroeien of werkt dat anders? Het is per soort verschillend. Het zegt niet, dit soort, ja, dat wordt niet groter. Maar ja, Halloween's, zoals we deze pompoenen bijvoorbeeld noemen, ja? Die zijn goed voor, om uit te hollen. En die worden ja, per soort verschil, maar meestal 30, 45 centimeter doorsnee. En er komen vast hier heel veel mensen heen. Hebben ze dan ook nog bijzondere verzoekjes? Straks toevallig komt een klant die wil bepaalde tekst. Wij krassen deze teksten in. Oh ja. En meestal is het welkom of nou ja, vooral welkom wordt verkocht. Maar ja, oorspronkelijk is dit bedrijf eigenlijk van mijn schoonouders geweest. Ja. En mijn schoonmoeder is, komt uit West-Friesland. Dus het is super West-Fries. Dus die maakte al deze spreuken en dat is ook bij gebleven. Bloit koiken blijven. Ja. En dat soort teksten worden ook heel goed verkocht. Maar de laatste, dus klant, die had besteld love, sex en puntje, puntje. Of live life to the max. Dus ja, dat soort gekke teksten komen ook erop. Dus ja, klant is een koning, hè? Zo doe je dat gewoon. En wat vind je nou zelf het mooiste aan de pompoen? Ja, ik vind gewoon de verschillende kleuren. En ja, iedere jaar is het, denken we, nou ja, nu hebben we al gezien al die pompoenen. Maar elke keer als ze van het land komen, dan zijn we toch nieuwsgierig. Oh ja, wat zijn het met gekke fratjes, komen ze, dus een bepaalde soort. Maar hoe het allemaal, hoe je zich allemaal ontplooit, die pompoen, dat is ook altijd afhankelijk ook van het weer. Dus ja, gekke vormen, dat vind ik ook heel grappig. Of dat ze aan elkaar gaan groeien, als Siamese pompoen. Dus dat is ook bijzonder. Ja, ik vermaak me wel tussen die pompoenen. Ik ga eventjes een mooitje uitzoeken om vanavond pompoensoep van te maken. De komende tijd ga ik natuurlijk ook nog langs veel meer plekken in West-Friesland. En mocht je daar een tip voor hebben, laat me dat vooral eventjes weten in de reacties eronder. Dan kan ik in de tussentijd even rustig nadenken over wat ik bij die pompoensoep ga eten.